Wij willen vriend zijn van alle naties. En het verheugt mij zo heel erg dat nou Nederland, of tussen Nederland en Indonesië, geen conflictpunt meer bestaat. Toen Irian Barat nog niet aan ons werd teruggegeven, ja, toen was dat Irian Barat probleem de handicap, de barrière, de kloof tussen Nederland en Indonesië. Maar toen al heb ik gezegd, toen al, toen het conflict Irian Barat aan de gang was, toen al heb ik gezegd, als dit Irian probleem weggenomen is, dat wil zeggen als Irian al terug is in onze schoot, dan zal ik de eerste zijn die het Nederlandse volk de hand van vriendschap toesteek. En nou Irian al inderdaad terug is in de schoot van de Indonesische Republiek, is de verhouding Nederland-Indonesië er een van vriendschap, van goede verstandhouding. En daarom heb ik gezegd, oh wat zou het mooi zijn wanneer prinses Beatrix eens hier kwam. Dan zal ze kunnen zien wat Indonesië is, hoe Indonesië is. Ik geloof dat wanneer de verhouding, ook de mentaal-geestelijke verhouding tussen Nederland en Indonesië helemaal werkelijk op vriendschappelijk pijl wordt gebracht, dan kan dat een voorbeeld zijn voor internationale samenwerking. Ik nodig prinses Beatrix om hier te komen als staatsgast. Excellentie, is het juist dat prins Bernhard ook belangstelling heeft voor de wildstand in Indonesië? Ja, hij heeft mij een brief geschreven over de eenhorige rhinocerossen in West-Java. En ik heb hem geantwoord dat hij van mij alle medewerking krijgt om dit wildreservaat van Banten van West-Java daar te helpen, hoe noem je dat? Goede staat. Ja. We hebben hier op Java, in West-Java, een soort neushoorn die nergens anders in de wereld nog voorkomt. We hebben hier twee specimen, ja, dieren. West-Java, ik bedoel twee specimen dieren die alleen wij Indonesië hebben. Ten eerste in West-Java de soort neushoorn, anders dan de neushoorn uit India of uit Afrika. En we hebben op het eiland Komodo, en in feite niet alleen op het eiland Komodo, maar ook in West-Flores, leguanen, voorwereldelijke dieren, die groter kunnen worden dan de gewone krokodil. Ze kunnen 5-6 meter worden. De Varanus komodoensis. U komt ook bij ons kijken. Heb ik toch gezegd, zodra ik een aandoening krijg, dan zal ik ondanks alle moeilijkheden die een jonge natie altijd voor zich heeft, mijn best doen om te komen.